En oh, hij wil denken, hij gelijk denkt hij dat hij eten krijgt. Dit twijfel ik ga doen. Kies of pizza. Ik weet niet of het allemaal goed gaat als ik dan pak. Kijk, dit bedoel ik. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Wat ik nu ga doen is nog even een bakje koffie maken. Gaia eten geven. Want dat ga ik nog allemaal nog even doen. En ja, jij wil eten, jongen. Ja. Ja, dan ben je anders weer zielig, hè. In ieder geval, dat gaan we nog even doen. En ik ben net een kwartiertje wakker of zo. Zo. Ja, jongen. Ja. Zo. En wat heb ik slecht geslapen, zeg. Het was zo warm in mijn huis. Dat ik zelfs zo amper kon slapen door de dat ik benauwd heb in mijn huis. Oh. Wat ik nu ga doen is even denken, dingen aanzetten om warm te hebben, dat het beetje kouder wordt. Oh, dat moet ik ook maar even doen. Ik had heel slecht, het is voor mij dit allemaal heel slecht voorbereid. En ik ga me beter voorbereiden dat het dan een beetje wat warmer, dat het hier lauwer wordt. In ieder geval koffie zetten, editen. En normaal was dat ik een uur of 55 of zo zat te vloggen of te editen. En nu eerder gelukkig. Het kost ook weer meer in de tijd. Zo. Koffie zetten in ieder geval. En een rolgordijn open gooien. Ook lekker. Wat ik alvast ga doen. Is zonnescherm naar beneden. Waarom doe ik naar beneden voor de zon van vanmiddag? Ook weer gebeurd. Ja, want dat was vanmiddag gewoon slecht, lekker zelfs 31 graden gaat worden. Je komt alleen nu ook af alles. Dat kachel zat uit, terwijl het binnen hier 25 graden is. Niet normaal, dus echt te warm. En ik ga wat ik ook ga doen is even maar lekker editen en wakker worden. Wat ze zei, dat gaan we niet ook doen. Oh, ik ga lekker. Ik ben thuis gekomen, lekker aan het relaxen achter de computer. En oh, hij wil denken, hij gelijk denkt hij dat hij eten krijgt. Ja, heb je honger? Ja, hè? Je krijgt zo, oké? Nee, zo meteen. Zo meteen, jongen. Hey. Zo meteen. Zo meteen, ja? Hey. Ja, je bent een liever. Hè? Zo. Maar ja, ik ga even nog lekker relaxen. Lekker eindelijk weekend. En nu zit ik ook te twijfelen om eigenlijk nog koffie te nemen. Of geen koffie. In ieder geval, ik heb nu water. Die ga ik sowieso eerst op drinken. Want doe ik altijd aan mijn werk. Ga ik uit mijn werk, ga ik even water halen. Omdat ik dan, ja, echt na werken hele droge mond heb. En wat ik ook nu heb gedaan is even lekker bijkomen. Misschien dat ik zo meteen heb nog een dutje gedaan, want ik heb zo slecht geslapen eigenlijk vanochtend.
gisteren naar de avond. Want ik had zo benauwd. Echt niet normaal. Dus misschien dat ik nog even daardoor de warmte juist, omdat het hier echt zo benauwd is. En denk ik dat vanavond s'nachts ook niet kan slapen. Dus dat ik vanavond ook weer heel slecht geslapen. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Het enige wat mijn reden is, dat kan ik in ieder geval doen. Weet je, dat ga ik in ieder geval doen. Ventilator, even deze ventilator eigenlijk schoonmaken. Want doordat hij schoon wordt gemaakt, dan doet hij het weer. Zo, dat ga ik even doen in ieder geval. Deze ventilator zit helemaal stof aan. En doordat stof aan zit, komt hij niet heel erg goede kou uit. En wat ik eigenlijk ook moet doen, is eigenlijk afwassen. Nou ja. In ieder geval eerst even ventilator schoonmaken. Kijken of ik jullie hier neer kan zetten. Of dan te zien. Ja, jullie dan eerst te zien. Zet ik ding even aan de kant. Niet bij beton. Die ook. Dus dan gaan we even dat even maar schoonmaken. En deze plank even ook aan de kant. Zo, en deze ding ook aan van de kant. Zo. Nou. Wat ik dan doe, is eigenlijk deze loshalen. With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay. En dat is alweer gebeurd. En alleen nog wat ik ook moet doen is dit opruimen, maar komt later wel. Nee, nu even lekker maar relaxen achter de computer en lekker dingetjes doen. Dus laten we dat ook nu lekker doen. En wat ik nu ga doen is, ik zat lekker te chillen achter de computer. Dit ga ik ook nog even zo meteen opruimen. Wat ik nu ga doen is, dit twee vlakken ga doen. Kies of pizza. Ik denk dat ik toch wel weer pizza kies. Om lekker pizza te eten. Dan heb ik ook wel even trek in. Dus ik zet jullie even hier neer. Ik kan deze toevallig even opruimen. En dan kan ik pizza even erin zetten. Oh wacht, ik had nog een bakje. Wauw. Hier heb ik nog een bakje. Ik had wel nog een bakje gehaald, maar ik heb nog. Wauw. Weet ik dat voortaan. Dus ik ga lekker pizza eten. Ga ik lekker van smullen. Dus daar gaan we van genieten. In de tussentijd gaan we nog lekker relaxen achter de computer. En Kaya doet het ook. Lekker genieten, even lekker relaxen. Dus ik ga lekker pizza even lekker naar boven doen. En dan gaan we voor de rest zien wat vandaag gaat gebeuren. Even lekker gewoon een lekker rustig dagje. Even bijkomen van gisteren, want ik voel me wel een beetje KUT ervan. Maar ja, ik moet ermee leven en mee bedielen. Dus in ieder geval nu even lekker pizza erin. Om even mezelf te verwennen en even gewoon om even te verwerken eigenlijk in principe. Zo, moet ik even goed aanzetten. Zo, en nu maar wachten tot die klaar is. En tussen de tijd ga ik nog een beetje relaxen achter de computer. Dus laten we dat ook nu al maar gelijk even lekker doen. En mijn pizza is klaar. En deze jongen zit ook wel tegelijk te kijken hoe en wat. En wat ik ook nu ga doen is lekker de pizza maar uithalen. En voordat ik dat ga doen, even een plankje pakken. Want hier heb ik ook allemaal dingen weer staan wat eigenlijk afgewassen moet worden. Ik weet niet of het allemaal goed gaat als ik dan pak. Kijk, dit bedoel ik. Gaat het goed? Gaat het goed? Ja, dat gaat goed. Gelukkig. Dus ik ga lekker mijn pizza eten. Maar eerst even deze borden even onder neerzetten. Zo.
Ik kan die plank gebruiken. Gevier, minder. Voor eten op te pizza op te zetten. En ja, dit maar nog een keer gebruiken. Dus dat ga ik ook maar even doen. Dus dan gaan we maar de pizza die we even eruit halen. En dan een lekker even van eten. Dus dat gaan we maar even doen eruit halen. En dan van eten. Lekkere, sappige pizza. Dus ik zeg alvast, eet smakelijk om te eten. Ik ga me lekker klaarmaken om naar bed te gaan en om lekker te slapen. Morgen weer een dag. Morgen ga ik zien hoe alles loopt. Ik ga denk even van mezelf even lekker een nachtje door. Daar heb ik even wel een keer behoefte aan. Ik ben even gewoon de hele dag even een dagje niet te slapen. En lekker relaxed achter de computer zitten op YouTube en zo. Want ik heb eigenlijk best wel video's gemist, omdat ik heel veel ook ging leren. Dus dan moet ik al een beetje ook wat inhalen. Vandaag heb ik geen tijd gehad, omdat ik een beetje moest andere dingen doen achter de computer. Dus, maar dat nu normaal is. Ik ga lekker klaarmaken om naar bed te gaan. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers. Zeg ik alvast goed. Zo. Sander, ik kom niet eens uit mijn woorden. Nogmaals. Super bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers. Goed nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij. Later. Ik heb net zitten oefenen en ik heb totaal eigenlijk vragen. Als het goed is, kan op een moment kan mijn moeder komen. En ik wil je alvast snel bij je zeggen. Oh. En het is gebeurd. De uitslag is...